laatste dag van het jaar. Voor jullie, als jullie deze video zien, trouwens alweer het nieuwjaar. Dus we kunnen alvast zeggen, gelukkig nieuwjaar. Maar zoals jullie misschien aan onze outfits kunnen zien. Ik bedoel, we hebben hepjes aan, t-shirts aan. Wij gaan ons oudjaar dit jaar niet vieren in Nederland. Voor de allereerste keer gaan wij dat vieren in het buitenland. En niet zomaar op een plek. We gaan het jullie wel even laten zien. Wij zijn namelijk in Dubai. Oh, en besef even. Dit is nu de koudste periode van het jaar hier in Dubai. En dan heb je het over temperaturen nog tussen de 22 en 26 graden. Niet normaal. Maar goed, wij zijn hier in Dubai omdat wij natuurlijk hier een huis hebben gekocht. Daar moeten wij nog een aantal dingen voor regelen. Toen dachten we, kunnen ook eens even iets eerder gaan om hier dus alvast oudjaar te gaan vieren. Wacht even. Hij doet zo. Wat? Mooie gebouwen. Mooie gebouwen. Ja, we zijn eventjes naartoe gelopen naar deze gebouwen en het uitzicht. Want we zijn natuurlijk hier in Dubai met oudjaarsdag. En Dubai, Dubai is staat, alles moet hier over de top. Dubai gaat hier 30 vuurwerkshows geven. 30 verschillende plekken. Op verschillende plekken inderdaad, in de stad. Een van de 60 is gewoon hier. Hè? Wij kijken er gewoon op uit. Daarnaast is er nog een hele grote vuurwerkshow ook in het centrum. Bij de Burj Khalifa, het hoogste gebouw ter wereld. Maar daar hebben we gehoord dat er 1,2 miljoen mensen of zo al daar naar het centrum gaan. Het schijnt gekkenhuis te zijn. Nou, hier zien jullie misschien al wel een beetje deze viaduct. Staat helemaal vol met file. Je komt gewoon straks gewoon niet de stad in. Zijn dat geadviseerd door de taxichauffeur? Ga er gewoon niet heen. Maar hey, het is de laatste dag van het jaar. Ik denk, tijd voor het oudejaarsduik. Doe. Het is even de tijd om te zwemmen met de auto. Ik weet niet wat jij aan het doen bent. Of, ik weet het misschien wel. Sneeuw. Ja, sneeuwengel. Oh, juist, ja. Maar ik zei, waarom heb je het meegenomen, Essa? Eli. Heb je niet meer nodig? Deze kunnen gewoon weg ermee. Want Eli heeft al een paar zwemlesjes achter de rug. We gaan eerst keer even kijken hoe hij het doet. Daarom, we gaan eens even kijken hoe hij het er zo van afbrekt. Jij nog wel, jongeman? Ben je er klaar voor? Oké, dan zeggen we let's go! Elias en Demi zitten al heerlijk in het water. Eli, laat eens even zien hoe hij aan de overkant gaat zwemmen. Vorige keer kon ik niet, hè? Nee, eens even kijken. Hij moet even inkomen. Oké. Ja, hij is er bijna. Hij moet echt nog sowieso wennen. Maar, oh, Bias ook. Het begin is er, onder water. Applausje voor Eli. Oké, nu is het even tijd voor Mia's zwemskills. Kijk dit. Altijd als we even hier zijn. Even. Hoe heerlijk dit uitzicht zo. Kijk dit. We hebben net geen echt een oudejaarsduik gehad. Daar komt die Bias. 3, 2, 1. Oké, we hebben ze even neergezet. Check dit, hè. Gewoon een beetje getint. Een beetje licht getint. En Bias, wat een kleurtje hij heeft. Oké, we doen één goede. Het mag eigenlijk niet. Eén goede oudejaarsbom. Dan zeg je Happy New Year. 3, 2, 1. Jullie ook? Stel. Klopt hem op, meester. Klopt. 1. Dat was hem. Lekker. Wacht even, de padmeester uitlachen. Oké, ik probeer eventjes op te drogen aan de kant. Want het is best wel koud. Het is verwarmd water. Schaduw is het best wel fris. Maar deze komen naar mij toe. Wacht even, hier ga ik even klaar voor zitten. Wie? Wat is er? Wat is er? Zeg maar. Wat is... Kijk, honger? Waar? Waar heb je honger? Laat eens zien. Waar heb je honger? Laat eens zien. Dus... Oh, heb jij zo'n honger? Oké. Ik kom nu binnen aan. Ik liep daar zo op de gang en ik zeg tegen Deborah. Ja. Wat ruikt hier lekker? Het is niet normaal. De hele gang ruikt zo lekker. Oh, wat ik ruik wil ik gewoon eten. En ik kom thuis. Kijk wat ze aan het maken is. Ik heb honger. Ja. Kijk wie hier zo staat. Oh, echt waar. Mijn vrouwtje is echt. We hebben ons alle mannen gevoerd en inmiddels is het ook al avond geworden. De oudejaarsavond gaat nu officieel beginnen. Ja. Maar wacht even. Wat zien jullie er goed uit? Wacht even, doe allemaal even je smoothste blik. Gewoon even smooth. Okay. Ready for 2023. Mias, ben je klaar voor 2023? De post. Oh, lekker. Maar in ieder geval, dit is wel even leuk. Hallo, doe jij eens je post? Want jij ziet er ook super leuk uit. Ja. Wat ik wou zeggen. Kom even kijken, hè.
Het is nu 's avonds. Kom. Wat wij zo meteen gaan doen is hier via die brug lopen. Dan gaan we daar naar achter toe. Hierachter is het strand. Daar gaan we even kijken hoe het eraan toe gaat, hoe druk het is. Wie is er klaar voor oudejaarsavond? Let's go. Oh, wacht. Yeah. Hoppa. Ik sta net op het punt om weg te gaan, maar ik denk dat we naar Mia's Nachtmerrie toe lopen. Kijk hier, ik weet niet of je dit ziet. Er staat hier iemand te zwaaien. Het is de kerstman. Ik ga stuk. Mia's, je gaat de kerstman in levende lijf ontmoeten. Ja. Jawel. Zeker wel, vriend. Jawel. Dit wordt leuk. Die man gaat zich rot schrikken. De kerstman wordt echt... Die denkt straks, wat is dit? Wacht. Waar is die? Daar. Kom, kijk. Wat voor type het is. Wat voor kerstman is het? Met de badjas aan alles. Dit is de Soudenburg kerstman. Kijk hier. Dit is de kerstman uit Dubai. Mia's. Kijk, hij zegt Happy New Year. Jongens, geef die man een high five. Ik weet niet waar dit vandaan komt en wie of wat dit is, maar... Happy New Year. Ja. Helemaal top. Ja, om een brug op te gaan, moet je de trap hier zo nemen. Dat betekent maar één ding. De koning moet verdragen worden. Mimi, ben je er klaar voor? Hij gaat er ook echt gewoon bij dingen komen. Oh, wat hoor ik daar? Ik ga ook mooie auto's spotten. Oké, okay, maar King Mimi wordt hier zo gedragen. Ja, kijk ook hoe hij zit, hè. Oh, zo, wat een leven heeft hij, hè. De reden waarom we hier gaan lopen is... Check dit. De liet Esther dat ook zien. Het zat helemaal vast. Rustig, ik denk echt het zetten, we zitten nu extreem. En we gaan weer naar beneden, maar dat doen we even op de andere manier. Hoppa, even wakker schudden die handel. Shake the head. Kijk de kop van hem, kijk de kop. 1, 2. Hoppa. Oké, een paar minuten lopen, we komen al bij onze eerste show aan. Zo, kijk, hoor. Er zijn zoveel verkeersregelaars, maar hier is toch rustig, maar verderop niet. Ik zou het echt niet kunnen. Oké, nu even over naar het echte show. Wat jullie nu daar zo in de lucht zien, dat is zijn gewoon drones. Hoe sick is dit? Estra, hoe ziek is dit? Kijk dit! Wow! Dit is echt niet normaal. Oké, we zijn helemaal achteraan. Niet eens bij de strandstrand. Helemaal naar voren. Kijk hoe vol het is. En kijk hoeveel mensen er nu al staan. Oké, besef dit. De drones is gewoon aan het tekenen hier. Aan het schrijven. Hoe dan? Esra, hier staat... Ik dacht 150 drones, maar ik denk misschien wel meer, hoor. Ik wou je wat zeggen. Oh. Er stond gewoon letterlijk, Esra. Wil je met me trouwen? Nee. No. Oké, we hebben even een smoothietje gehad. We zitten gezellig hier zo aan de knustafeltje. En dan hoor deze meneertje. We hebben niet genoeg stoelen, hè? Nee. We hebben niet genoeg stoelen. Dus... Mia's, je gaat met mij op schoot, ja? Wat? Ga je op papa's schoot? Doe het. Oké. Kom. Ja, we hebben geen genoeg zitplekken. Jij bent de kleinste. Wat is er nou? Nee, zeg dat nog een keer. Ik ga niet bij jou op schoot. Hij zegt dus net letterlijk voor mij, ik ga niet bij jou op schoot. Deze is ook even goed. Ik heb een smoothie. Ik heb een lekker plekje. Laat me met rust. Hier, we hebben een mooi plekje voor jou, alsjeblieft. Ja? Is goed. Oh, yes. Kijk eens even, dit heb ik. Oké, moet jullie opletten. Ze wil dus een foto maken van een druif. Ik weet niet wat het is. Maar met twee van zulke hongerige zoontjes. Jongens. Wauw. Echt waar, gelijk best. Zo niet te geloven. Jullie zijn echt erg. Just like your daddy. Oké, we zijn uitgedronken. En raad eens wat we hier zo gaan doen. Voetbal schieten. Raad eens wat ik zo meteen ga doen. Kaart. Kaart. Laat iedereen thuis maar raden wat ik ga doen. Oké, jongens en meiden thuis. Wat wil ik hier heel graag doen? Ik wil knallen het nieuwe jaar in. Dat wil ik doen. Hey, okay. Debbie, kom op, Debbie. Wacht. Oké. Two shots all out, oké? Oké, kom op, Debbie. Kom, Debbie. Ja hoor. One more bucket for the win, oké? Nog één keer. One more bucket for the win. Focus. Oké, kom op, Debbie. Focus. Oké. 2. Oh, jammer. Ik stel het gewoon als goed. Goed zo. Dat is echt
Oké, nu krijgen we Eli. Die krijgt geen bal omhoog. Die man zo. Die man moet echt even dekking zoeken nu. Ja. Kijk, 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 kijk. Krijg je hem omhoog? Oh! Oké, 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 hij laat zijn broer. Oké. Ga goed kijken. Ik wil van mensen kijken. Demi! Ik ga het publiek er ook mee. Voel geen druk hoor. Dus kijk, zoveel mensen, Demi, geen druk. Oké, Seran is weg. Die is hem aan het sprinten. Kijk, kijk, kijk. Hij gaat dus naar de boksbal. Waarschijnlijk wist hij het al. Alleen hij weet niet dat ik een passagier heb. Kijk hoe snel die erachter komt. Ik moet gewoon zeggen dat we kwijt zijn. Jij pas toch? Jij hebt hem toch? Jij hebt hem toch? Kijk. Jij hebt hem toch? Kijk, 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 kijk. Want nu wil hij juist slaan, hè? Oké, is goed, ga. Zelf staat alvast de concurrentie te bestuderen. Er liepen hier letterlijk twee jongens staan achter mij. Die wouden weglopen, maar ze zagen jou. Ik weet oprecht, ze wouden blijven. Hè? Dat is wel altijd. Ze willen hier altijd kijken. Nu moet je zeker bewijzen. Wow! Doe de bal. Oké, Seran gaat nu. Papa gaat alles op papa. Support is aanwezig. Oké, de topscore is 9-1-2-9. We gaan eens even kijken wat hij ervan gaat maken. Oké, het was een mooie knap. Maar gaat hij hem halen? Hey! Oké, Demi die wilt ook één keer. Ga je mee? Oké, kijk, Demi die gaat erin. Hier zo. Gaat hij het halen of niet? Nee. Goed zo, goed zo. Oké, pap, nu wil ik één keer. De wielen van de bus rijden rond en rond, rond en rond, rond en rond. De wielen van de bus rijden rond en rond. Ah, en de busje is kapot. Klaar. Oké, de bus is gestopt. We draaien door. Wat zei je? Nou, daarom mag jij erin, schat. Ik weet dat je het heel leuk vindt. Ja, wat zei je? Oké, je moet opletten wat Eli gaat doen. Oh, hé, jij moet er ook in. Oké, harder, 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 harder. Zo, kijk hoe hard die gaat. Van draaien over naar een heerlijk plekje om lekker te gaan eten en drinken. Maar Mimi. Hoe lang tot op jouw jaar? 2,5 uur. Nog 2,5 uur. Oeh, en zo meteen over 2,5 uur zit hij helemaal vol met vuurwerk. Maar Mimi. Hoe kun jij hiermee drinken? Als je hier eens gaat kijken, wordt ze helemaal... Zo, dan word je helemaal gek. Oké, als ze aan het drinken, kijk hoe dit eruit ziet. Hij wil niet drinken, hij wil alleen die disco. Oh, dat is echt hilarisch. Mimi, hij voelt hem hoor. Hij zit in eigen disco. Oh yeah. Hé, let op hè. Oh, kleine influencers. Eén is gekomen. Mocktailtjes zijn gekomen. Sushi is gekomen. Alleen één belangrijk ding is nog niet gekomen. Ik durf nog niet te eten, want nu moet je pizza nog komen. Oh, dan gaat door dat zijn eten er nog niet is. Kijk, kijk, Mimi, pizza is op. Wacht, leid hem af met die afleidingsband erop. Kijk, kijk, kijk. Kijk, kijk, kijk. Het vliegtuig kijk, ja? Gemaakt. Kijk. Kijk, 1, 2. Kijk, kijk, hij is even aan het zoeken. Ik terwijl Sarah gewoon hier zijn handen heeft. Kijk, 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 net zo'n hoortje die zijn balletjes doet. Waar is hij? Dit werkt goed, ik wil niet hoor dat zijn pizza er nog niet is. Oh. Oké, en Mia's pizza is er allemaal. Happy. Oké, we zijn helemaal uitgegeten. De jongens hebben de hoed op. Kijk dit nu. Mia's, kijk eens even erbij. Mimi, ziet hij mij? Wacht even. Hey, maar moet je eens even kijken. Wat een drukte jongens, maar het is niet normaal. Er komt echt een horens mensen aan. Echt, dit is niet normaal hè. Wacht jongens, blijf bij elkaar, blijf bij elkaar. Het is veel te druk. Nee, maar dit is niet normaal. Het wordt nog drukker. Ja, maar het wordt echt massaal. Want als je dit zo ziet aankomen, jongens. Lijkt net, Esra, lijkt net door Walkie Dead dit. Oké, we zijn weer aangekomen in ons appartementencomplex. Het is volgens mij nog deel van hoeveel minuten om precies te zijn? Om 5 minuten. 6 minuten. En de reden dat we hierheen zijn gegaan is omdat we hier eigenlijk wel de beste view kunnen gaan hebben. Zo druk zoals je net zag was niet normaal. Mia's heeft zijn pizza erbij. We zijn klaar voor de jaarwisseling. Jongens, kom. En we gaan gewoon zo door onze gym heen. Want kijk eens even. We gaan niet vanuit de sportschool kijken naar de vuurwerkshow. Maar we kunnen hier naar buiten en dan kijk eens even. Hey, we staan nu buiten. Ik moet zeggen, we waren niet de enige mensen die de dag uit het appartementcomplex. Maar heel eerlijk, je hebt hier ook zo meteen een goed uitzicht. Zijn we er klaar voor? Oh, ben je zo benieuwd. Zo,
hele bot zit vol met pizza. Hij is er zeker klaar voor. Oh, daarachter zie je ook een cijfer staan. Daarachter. Helemaal daarachter. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Woe! Woe! Zo. Woe! Wauw. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar, jongens. Zo, hoe vet. Ik moet wel zeggen, het is al echt 5 minuten of zo aan de gang. En de knallen blijven maar komen. Kijk dit, kijk hoe groot ze worden. Hoe groot, kijk hoe veel gewoon. Dit is echt wow. Dit is sick. Wordt het helemaal trillen gewoon. Wow. Oké, we zijn weer aangekomen in ons appartementencomplex. En dan zeggen we voor alle lieve kijkers, Happy New Year! Dat het een mooi jaar voor jullie mag worden. Vol geluk en gezondheid natuurlijk. Het was heel erg leuk om ook de vuurwerkshowkeer zo in Dubai mee te maken. Ja, zulke ervaring rijker, hè? En we waren ook wel benieuwd, en misschien jullie thuis ook, hoe het nou bij de Burj Khalifa was. Want we hebben ook echt van bekenden gehoord dat het daar niet normaal druk was. Nel heeft even de video erbij, de live show. Oh, live show. Laat eens even zien, hoe gaat het eraan toe bij de Burj Khalifa. Het beeld even groter maken. De fonteinshow zien jullie hier. Maar wat ze dus doen is volgens mij echt het vuurwerk een beetje aan de zijkant. Ja, aan de zijkant komt van het gebouw, bovenkant. Hè? Ja. En dan met die lichten natuurlijk ook op het gebouw zelf. Volgens mij ook hier, kijk, wow. Ik ga nog steeds door, ik wou zeggen, het is afgelopen. Volgens mij stopt dat verloop niet ook heel erg vet. Nou, nu zag ik ook wel 1,2 miljoen daar mensen gekomen. Ja, wij hebben het niet helemaal gezien. Wat wij gaan doen is nu lekker deze jongens en vet stoppen. En deze video afsluiten. Wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video's. Nogmaals een heel gelukkig nieuwjaar. Dan zeggen we abonneer en tot de volgende keer. Doei!